Yo guys, welkom weer bij een nieuwe vlog. Vlog 42 en vlog 1. Vlog 2 van december. De maand waarin ik elke week ga vloggen. Dus december is weer van mij. En ja, vandaag gaan we in de vlog. Vandaag moet ik voetballen tegen Gromendonk. En ja, over naar het gebied. Slaap wel, dames en heren. Het was vandaag een drukke dag. Ik heb niet veel kunnen vloggen. Dus daarmee dat ik nu eventjes goede nacht zeg. Hopelijk vergeet ik nu niet. Want Hopelijk vergeet ik nu niet dat ik mijn SD-kaartje niet mag formatteren. Waarom niet? Omdat, ja, ik mag die gewoon niet formatteren. Maar ik ga slapen en ja, morgen heb ik wedstrijd tegen Gromendonk om 9:30 's morgens. Goedemorgen, dames en heren. Het is vandaag zondag. En ja, vandaag is het Mazzezag tegen Gromendonk. Dus ja, ik hoop op een winst voor ons. Maar ik hoop ook wel. Ja, ik hoop op een winst voor ons. Maar ik weet nog echt zeker dat we gaan winnen. Maar dat weet ik straks wel zeker. Na half elf weet je zeker of we gewonnen zijn of niet. Tot dan ben ik altijd in de boei, altijd delen. En goedemorgen beste kijkers, ik ga een beetje vertrekken aan mijn werk. Ja. Het was dus gisteravond. Ik was gisteren weer te vloggen, maar ik voelde me gisteren ook niet zo 100%. Eigenlijk niet zo 100% goed om te vloggen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb niet gevlogd. En nu wel in een keer. Nu wil ik me 100%, allee, niet 100%, maar toch wel 99,9999%. Maar ja. Zie je guys, zo dadelijk. Op dit moment ga ik bijna slapen. Ja, het was een drukke dag vandaag. Ja, het was werk was een drukke dag. En thuis een minder drukke dag, maar toch wel een redelijk drukke dag. En ik heb een nieuw kerstboompje. Ook door het thuis. Dus ja, die ga ik elk jaar proberen te zetten nu. En ja. Zie jullie guys, morgen terug in het nieuwe stukje van de vlog. Dan ben ik weer op de weg naar Leuven. En ja, morgen. Ik ben net terug thuis van mijn werk. Ik heb deze morgen niet geblogd omdat ik gewoon geen tijd had en zo. Dus ik ben nu terug thuis van mijn werk. Je hoort misschien mijn stem. Ik ben een beetje. Ja, ik heb een beetje keelpijn en zo. Ja, ik heb een beetje keelpijn. En een goedemorgen, beste kijkers. Ja, het is al bijna middag eigenlijk. Het is 11:45. Ik ben toch al eventjes wakker, maar gewoon vergeet te filmen. En ja, het is dus bijna middag. En ja, ik heb al naar La Casa de Papel gekeken. 2 of 3 afleveringen gekeken. Het is nu in aflevering 4. Gisteren heb ik 1 aflevering gekeken, vandaag heb ik de 2e aflevering gekeken en de 3e aflevering. Dus heb ik 2 afleveringen gekeken. En straks ga ik weer kijken. Dus vanavond ga ik weer kijken naar La Casa de Papel. Van mijn favoriete serie tot nu toe, want het is echt een goede serie. Zo, daar ga ik vertrekken naar de kapper en ja, ik heb 4 uur afspraak bij de kapper. En slaap wel mensen, ik ga mijn nieuwe frisse koep de feestdagen in. En ja, ik zie jullie guys morgen weer terug in een nieuw stukje van deze motherfucking goede video. Sorry, ik heb gevloekt, maar dit is een goede video. Goedemorgen dames en heren, ik ben een beetje ziek, het is vrijdag en straks moet ik naar de infirmerie in Aarschot. Ja, ik ben dus een beetje ziek. Ja, jullie horen het aan mij, ik ben een beetje ziek, dus ja. Nou, zie je wat, ik is nu aan het pissen. Ik wil graag deze vlog beëindigen. Het is vandaag zaterdag, dus ik wil graag deze vlog beëindigen. Dat ik die dinsdag kan beginnen editen en woensdag aan gaan gooien. Misschien donderdag, ik weet het nog niet. En ik hoop op woensdag.
En ja, ik zie jullie guys. Volgende week terug een nieuwe video. Dan ben ik weer je boy Dylan. En ja, joe.